Goedendag, mijn naam is Fons Mertens. Wees welkom in station Neerpelt. Vandaag brengen we een bezoekje aan het oudst werkende Saxbisseinhuis van België. Volg je mij. Au début du XXe siècle, la société de chemin de fer Le Grand Central belge a construit des cabines de signalisation sur le modèle de celles développées par l'inventeur des aiguillages John Saxby. Unique et robuste, voilà les caractéristiques principales de ces deux cabines de signalisation de Neerpelt. Ajoutez à cela que les bâtiments sont situés le long du Rhin d'acier et elles en deviennent légendaires. We zijn hier nu op blok 4. En wat zien we hier? Het optisch controlebord, het OKB genaamd. Dus eigenlijk een plan van het station met aanduiding van de wissels en de reiswegen. Daarnaast de controle van de overwegen tussen Neerpelt en Lommel. En hier het eigenlijke gestel. En wat zie je hier? Dus de blauwe gekleurde, dat zijn de wissels. De paars is rangeerseinen. En rood, dat zijn de grote seinen. Dan hebben we ook nog de inklinking van de reiswegen. En daar zit hij de nokken lopen. La cabine renferme un système ingénieux qui contrôle les aiguillages et les signaux de manière entièrement mécanique. Un ordinateur préhistorique qui demande du savoir-faire et un peu de feeling. Als bijvoorbeeld wissel 7 wordt omgelegd, met mankracht natuurlijk. Wissel 7, de hendel is verbonden met een draadgeleidingssysteem. Dat gaat ook via de nokken, waar een controlesysteem is. Onder in de kelder gaat die draadgeleiding terug naar buiten. Buiten is het controlesysteem en van dat controlesysteem naar de wissel. Zo wordt die wissel dus omgelegd. Ja, ik moet u niet vertellen dat dit systeem eigenlijk vrij uniek is in België. Ik ben echt apetrots op dit toestel, zoals ik het noem. Ik moet erbij zeggen, we hebben hier in Neerpelt zeer weinig storingen. Het enige dat kan gebeuren is een kabel overtrekken. Maar voor de rest is dat nog een hier zeer degelijk toestel. En 2014, Infrabel va transférer la commande de la signalisation à Mol, fermant ainsi pour de bon les cabines de signalisation. Après 100 ans de bons et loyaux services, ce petit bout de patrimoine ferroviaire belge prendra une retraite bien méritée.